Drie jonge mannen zijn opgespoord en aangehouden omdat ze op 29 december van het vorig jaar de presidentiële kolonne hebben gehinderd. De mannen worden openlijke geweldpleging en vernieling ten laste gelegd. Voor hun geldt dat de wettelijke procedures en handelingen zullen worden gevolgd. De wetgever geeft duidelijk aan hoe de president bejegend en beschermd moet worden. Normafwijking of normoverschrijdend gedrag zal worden bestraft, meldt de Communicatiedienst Suriname in een persbericht.